Programma Klaas kan alles op de Friendship. De culinaire waddenweken gaan bijna van start. En wat dit is, dat zie je zo. Hallo allemaal en welkom bij het Terschelling TV-journaal van zaterdag 7 oktober. Bedankt voor alle mooie foto's die we weer hebben ontvangen. Een bekend programma en zeker voor de jonge kijker. Klaas kan alles. Maar wat kan Klaas nog niet? Klaas kan alles, het programma dat kwam bij jullie aan boord van zomer bij The Friendship. Klopt ja. dat? Ja, klopt. En wat kwamen ze doen? Ze kwamen met de watertaxi van Reder en Noordgat kwamen ze aan boord. En in het programma Klaas kan alles gaat hij meelopen met iedereen een dagje. Ja. En gaat hij werk een dag overnemen. En dat heeft hij bij ons ook gedaan. En wat heeft hij voor werk gedaan? Ze waren bezig met een afvalbingo. Ja. Allemaal producten, afval uit de natuur halen. Heeft hij een hele lijst. En daar zat ook een container bij. Dus hij kwam bij mij aan boord om met de Friendship een container te gaan bergen. Of een deel daarvan. Ja, en dat was al jullie taak die dag? Of is dat dan een beetje... Wij waren die week bezig met Cleanup XL. Ja. Dus dat is onze taak om dan afval uit zee op te ruimen. Ja. En wij waren dus bezig met de nasleep van MSC Zoe. Ja, dat is best wel bijzonder voor hem om mee te maken, denk ik. Ja, dat was echt wel heel leuk dat hij even op het juiste moment aan boord kwam. En dat hij even mee kon lopen en zelf de grijper mocht bedienen. Ja, en dan zijn ze er een dag? Lopen ze een dag mee of meerdere dagen? Hij kwam 9:30 aan boord en is denk ik om 4:00 van boord afgegaan. Dus een dagdeel. Leuk. En dat was van het zomer? Ja, afgelopen zomer. En dan komt het, als het goed is, vanavond op tv. Ja, klopt. Waar kunnen we het gaan zien? Weet je dat? Ja, op NPO 3. Oké. Okay. Om 6:55. Oké. Okay. Nou, dan zag ik tegen iedereen. Ga kijken vanavond. En dan hebben we alvast een kleine teaser voor jullie. We zijn aan boord, jongens! Hey! Zaterdag heeft Klaas weer nieuwe uitdagingen. Wow! Ja. We zakken verder. Andere kant op. Oh shit. Ah, nee! Lukt het hem om als vliegdekofficier helikopters veilig te laten landen? Je ziet het in Klaas kan alles, zaterdag op ZAP. En over afval gesproken, we hebben nog kilo's met plastic afval op het strand. En met al deze rotzooi gaat de Jutfabriek dan weer aan de slag. De Jutfabriek, allereerst, wat is dat? Nou, de Jutfabriek is een plek waar wij plastic strandafval omzetten in grondstof en een nieuw product. Ja. Nou, dat doen we met vrijwilligers om maar te zorgen dat die afvalstroom van de Schelling en van het strand te minimaliseren en eigenlijk te optimaliseren om er een tof product van te maken. Ja, want het is begonnen als klein iets. Ja, bij mij thuis in de schuur. Ja. En toen dacht je, daar moeten we wat mee. Ja, zeker. En inmiddels? Ja, het blijft maar groeien. Ja. Ja, en het wordt alleen maar leuker. Het wordt alleen maar leuker en jullie hebben nu allemaal iets leuks. Het koude weer komt eraan, dus mensen zitten meer binnen. Eigenlijk spelletjes tijd. En zo dachten jullie ook volgens mij. Zeker. Want wat hebben jullie bedacht? Wij hebben Jutzee gemaakt. Jutzee. Een dobbelspelletje, nou ja, op een eilanden manier. Ja. En... Laat zien. Het is een soort Jutzee, hè? Ja. Ja. Maar dan net even op zijn eilanders. En een gerecyclede variant. Alles is gerecycled. Ja. Zakjes gerecycled jute. Ja. Zit een bekertje van ons in. Nou, dobbelstenen met FSC keurmerk hout. Kwaliteit hout. Oh. En boekje. Boekje. Ja, geweldig. Superleuk. En hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Nou, we hebben al eens contact gehad met iemand die zei van, joh, kan je geen dobbelbeker maken? Ja. En toen zeiden we, zijn we nog niet aan toe, want we hebben al zoveel te doen. Ja. Nou ja, dan gaan de radaren draaien en dan ga je eens met z'n allen zitten van, joh, wat kunnen we dan? Ja. Iets in een spelletje en ja, we hebben allemaal knappe koppen bij ons die allemaal super creatief zijn. Joh, we gaan gewoon Jutzee maken. Ja, Jutzee. Ja, zo is het gewoon geboren. Ja. En gewoon gaan doen. En het draait goed volgens mij. Het loopt goed. Ja, het loopt heel goed. Beter ja. dan jullie hadden gedacht. Ja, we hadden er zo'n beetje 100 tot 150 klaar liggen. Ja. We zijn gewoon op. Ja. Dus we moeten weer... Aan de bak. Aan de bak, ja. ja. Want is het veel werk om zoiets te maken? Nou, kan je wel even laten zien hoe dat werkt? Ja, heel graag. Ik ben benieuwd. Dit is onze grondstof. Ja. Doppen van het strand, blauwe jerrycannetjes, dat soort spullen allemaal. Ja, nou. En daar maken jullie uiteindelijk dan... Van. Ja, dan maken we deze van. Ja, nou, en het dobbeldoosje. Precies, de dobbelbeker. ja. Maar hoe we dat doen is eigenlijk nog veel leuker om te laten zien. Dit is de mal.
Ja. Hier zit dus persen we zometeen dat bekertje in. Ja. Nou, ik heb de machine al warm staan voor jullie. Dus die doen we hieronder. Zo. En dan is het. Hoppa. Hey, het ziet er ook best wel uit als zwaar werk. Het is ook een soort sportschool hier. Ja. En nu heb ik dus ziet die tegen. Het ziet er niet uit alsof ik dit zou kunnen doen ooit. Jawel. Oh. Die tegendruk. En nu weet ik dus die mal is vol. Het is gewoon allemaal handproduct. Ja. En we zeggen ook, we kunnen er geen 2000 maken. Nee. Maar we komen een heel eind. Kijk. Zo komt hij er dan uit. Ja, een geweldig. Dus we zijn van die kleuren. Ja, is dit het geworden? Ja. En zo maken we onze dobbelbeker voor JHC. Leuk man. Hij ruikt ook nog lekker. Nou, tijd voor een potje denk ik, hè? Dat denk ik ook. Wij gaan nog even een telletje doen. Er wordt gekeken naar een aanpassing van de nollekes. Kunstgroep Observatorium is door Oerel gevraagd om te kijken naar nieuwe mogelijkheden. In 2008 toen is de nollekes dramatisch veel hoger geworden. En daar moet natuurlijk een vorm aan gegeven worden, geschikt voor eilandengebruik en geschikt voor Oerel. En dat hebben wij verzorgd. Want de nollekes was een vuilnisbult. Ja, toen wij kwamen was hij al afgedekt, maar het was eigenlijk een gesloten vuilnisbeeld. Er mocht ook eigenlijk niks meer op gebeuren. Toen had Staatsbosbeheer de vraag van kunnen we toch nog grond opbrengen, plaggen. Ze wilden natuurlijk van hun plaggen af op het eiland. En dat kon eigenlijk alleen maar op deze plek als we er ook een culturele bestemming van maakten. En daar hebben we toen een ontwerp voor gemaakt, op eigenlijk volgens mij in een weekendtijd. Ja. Het moest allemaal heel snel en met de tekening snel naar de vergunninghouders en toen werd het goedgekeurd. En ik geloof dat ze daarna heel snel aan de slag gingen. Ja, de nood was eigenlijk hoog, want anders hadden ze het allemaal naar de bal moeten brengen. En dat kost natuurlijk een lieve duit. Ja. Ja, nee, dus het was eigenlijk een reddingsoperatie. De cultuur heeft Staatsbosbeheer gered. Ja. En de vorm die het uiteindelijk gekregen heeft, heeft ervoor gezorgd dat dit een beetje verscholen, maar een hele aantrekkelijke locatie is geworden voor theater. Ja, want het is helemaal opgehoogd, je kunt er rondom lopen. Het is een theaterplek, maar er gebeurt nu weer van alles. Ja, nou vanaf begin af aan is wel gezegd, we willen graag dat de eilanders het ook gaan gebruiken. Dus het is destijds ingewijd met kindervoorstellingen. Maar al gauw bleek dat er wat inklinking was en dat het onderhoud met de schapen en de geiten ook zorgde voor onregelmatigheid in het ontwerp. Dus het is eigenlijk een beetje een verwezen berg geraakt. Alleen bij Oerel leeft hij op. Maar daar willen we nu verandering in brengen. Ja, want jullie zijn bezig met planvorming. Ja. Klopt. We gaan kijken dat we samen met Staatsbosbeheer de berg nog verder willen ophogen. Zodat je eigenlijk nog een mooier uitzicht krijgt. Ondertussen zijn sinds dat we dat gemaakt hebben de bomen ook weer gegroeid. En hebben gedeelte van het uitzicht weer weggehaald. Dus door het weer 4-5 meter op te hogen met de nieuwe plagen die ook weer vrijkomen van allerlei plekken. Kunnen we die hoogte weer bereiken. Kunnen we er nog een mooiere vorm van maken met een prachtig uitzicht. En dan zijn we ook van plan om dat een soort bekroning te geven. Hoe en wat dat precies gaat worden, daar gaan we nu mee aan de slag. Maar ik denk dat het voor iedereen een prachtige plek wordt om dadelijk naartoe te lopen. We gaan ook een nieuwe ingang maken, kunnen we zo meteen wat over vertellen. Zodat je nog mooier aankomt lopen en dat je eigenlijk langzaam een mooie, in een soort spiraal bijna omhoog loopt. En dan uiteindelijk bovenop komt. Bij de bekroning van de berg en om je heen kijkt en eigenlijk ziet waar je vandaan komt. En dat ook het hele eiland kunt zien. Ja. En een nieuwe ingang? Het is eigenlijk de oude ingang. Toen mensen zoals de cameraman hier ronddarden, de boel in de fik staken en speelden in de troep, was de ingang pal aan de badweg. Niet de ingang die we nu hebben bij het crossterrein. Het mooie daarvan is dat je dan het bos inloopt en dan ineens uit het bos komend voor die grote mysterieuze berg staat. En je niet
gehinderd wordt door geparkeerde auto's of mensen van de crossbaan. Dat is één. En ik denk ook dat je het zou kunnen vergelijken met wat we een jaar geleden hebben opgeleverd in de kwelders bij Blijen in Friesland. Daar hebben we de terp van de taakkomst gemaakt. Dat was een hele grote inspanning van de dorpsgemeenschap met al die overheden die daar wat te zeggen hebben. En daaraan hebben wij een vorm gegeven. En het is de inspanning van een ander, maar door onze vorm bereiken zij als het ware wat zij wilden bereiken. Namelijk een verstilde plek met magie, waar je heel goed kunt zien wat de schoonheid van deze streek is. Als we straks hier boven de bomen uitkomen, dan kun je echt alles zien hier, toch? Nou, we hebben gisteren al gekeken dat hier vandaan, als het wat hoger is, dan kun je op 5 plekken de zee zien. Hier gaat weer een magische plek komen. Het is al een magische plek, maar er gaat nog van alles gebeuren. Wat is de planning? Ik denk dat we nu de komende jaar samen met Staatsbosbeheer kijken om zeg maar die berg in de goede vorm te krijgen. Met de grond die we hebben en die nog vrij gaat komen. En dat intussen we gaan kijken van wat die bekroning, waar we zelf ook nog niet zo goed van weten hoe dat eruit gaat zien. Wat dat gaat worden. En ik denk zo dat we zo tegen 2016 met die plannen klaar zijn. Of dat er dan... 26. Of 2026. Dat die plannen dan klaar zijn. En ondertussen dat die berg dan al... dat je naar die hoogte kunt en al om je heen kunt kijken. Ondertussen zal Oerol hier zeker nog een voorstelling gaan spelen. Misschien wel in het op de... In een landschap zoals dit, theatermakers die er al een keer langs zijn gelopen, vonden het prachtig zoals het nu was. Ja. Daar gaan we zeker ook mee in gesprek. Wat ook opvalt is dat er in één keer allemaal wit zand ligt. Ja, klopt. Eigenlijk Staatsbosbeheer krijgt van allerlei kanten eigenlijk materiaal wat ze weer ergens anders neer moeten leggen. Er komt meteen een nieuwe vracht aan. Met Piet. Ja, precies. Het wordt weer verder opgehoogd. Dus je ziet ook dat het een proces is wat gewoon doorgaat. Maar dat zand hier beneden, dat komt vrij vanwege de bouw van zomerhuizen. Die afgebroken worden. Waar weer kelders onder gegraven worden. En dat zand uit die kelders, dat kun je niet ter plekke kwijt. Want dat zou eigenlijk het landschap verstoren. Dus dan is deze plek daar ook eigenlijk weer toegeëigend. Dus eigenlijk blijft het een afvalberg. Het is waar vroeger auto's, de ijskoelkasten en het huisvuil lag, ligt nu eigenlijk het afval van de natuur, zou je ook kunnen zeggen. Of van de mensen die weer huizen gaan bouwen. Van het, Dus het is eigenlijk een heel gelaagde berg geworden. Ja, ja, ja. We willen ook dat het duidelijk blijft dat dit een afvalberg is. We willen dat niet gaan verstoppen. We willen er daar niet een soort duin van maken. Het moet duidelijk een kunstmatige plek blijven binnen dat hele natuurgebied. Ja. Nou ja, het is mooi om te zien dat het gewoon een continu proces is. Ja. Er wordt gewoon weer een laag aan toegebracht. Ja. En de komende jaren zal hier dus nog heel veel gebeuren. Dus ik wens jullie heel veel succes de komende jaren. Dankjewel. Een feestmaand voor al het lekkere eten uit het Waddengebied. Horecaondernemers en voedselproducenten werken samen om tijdens de culinaire Waddenweken van 13 oktober tot en met 26 november iets heerlijks op tafel te zetten. Ik zit hier bij Eline en bij Willemijn. En die gaan iets vertellen over wat ons op de komende anderhalve maand, begrijp ik, hè? 6 weken lang te wachten staat als het gaat om culinaire hoogstandjes op de Schelling. Oké, okay. De culinaire Waddenweken. De culinaire Waddenweken, vertel. Initiatief van Visit Wadden om producten uit het Waddengebied meer in het spotlicht te zetten. Ja. Zijn we vorig jaar mee gestart. En ik heb hier op de Schelling een aantal ondernemers er toen bijgehaald en gevraagd, vinden jullie het leuk? Willen jullie een gerecht van je kaart of een speciaal gerecht
in de aanbieding zetten eigenlijk, dat echt uitblinkt in het gebruik van ingrediënten uit deze regio. Dus niet alleen op het eiland, maar ook Friesland, Groningen, Noord-Holland behoort allemaal tot dat Waddengebied. Het noorden, zeg maar. Ja, ja. Oké. Okay. En wat houdt het, want het gaat ook, het ligt ook een beetje, schuurt ook een beetje tegen duurzaamheid aan en van alles en nog wat. Ja, want eigenlijk pak je meteen, snijdt het mes aan twee kanten. Je maakt niet alleen lekker eten, maar je produceert ook of je gebruikt ingrediënten van dichtbij. Dus dat kost gewoon minder energie en minder CO2-uitstoot. Ja, maar het gaat ook om de gerechten. Er zitten veel vegetarische dingen bij. Minder vlees. Een van de manieren om inderdaad duurzamer te gaan eten is iets minder vlees gebruiken. Dat is een van de principes van Dutch cuisine. Ja. Van kijk nou, wat kan je uit je buurt halen? Wat is in het seizoen? Maar ook inderdaad de hoeveelheid plantaardig en dierlijk aanpassen. Eline, jij hebt het vorig jaar ook meegedaan, hè? We hebben vorig jaar ook meegedaan. Hoeveelste jaar is dit al? Het wordt het tweede jaar. Voor het tweede jaar? Ja. Dus vorig jaar de kick-off, zeg ja, maar. Vorig jaar hebben we voor het eerst meegedaan. Nou, dat is ons heel goed bevallen. Ja? Ja, we hadden toen twee gerechtjes. Want hoeveel bedrijven doen er mee? Dit jaar doen er 20 mee, vorig jaar 12. Dus, oké, okay, dus het breidt uit. En wel leuk detail, in heel de Waddenregio doen er dit jaar 50 ondernemers mee, waarvan er dus 20 op de Schelling zitten. Oh, dus wel heel, we zijn oververtegenwoordigd. Ja, ja, nou dat weet ik niet. Wij zijn gewoon heel goed bezig. Zijn ze hier gewoon heel milieubewust of zo? En we kunnen heel lekker eten maken, dat ja, boven alles. De Schelling is op dat gebied een toppertje, inderdaad. Ja, maar het is ook wel de bedoeling dat we in die hele regio kunnen laten zien dat we ons onderscheiden met heel lekker eten maken. Ja. Wat hebben jullie van dit jaar op de kaart? Dit jaar hebben we een volgerechtje, dat zijn Noordzee krabkoekjes met pompoencreme, zuurdesemkrokantjes, sebi-mayonaise en bulgur. Ja. Ja. En wat, wat kunnen we nog meer ergens verwachten? Nou, er doen dus 20 horecabedrijven mee, dus je kan hier op west tot oost kan je bij allerlei restaurants gerechtje eten. Sommigen hebben bijvoorbeeld de Bionier heeft een lekkere quiche op de kaart, maar je kan bij NAP... Het gaat niet alleen in restaurants. Nee. Het breidt dus uit en dat vind ik ook heel leuk, dat er ook eetwinkels mee kunnen doen. Ja. NAP doet mee en die heeft een heel mooi gerechtje gemaakt. Maar om oosten de Eilandbistro, Heren van de Schelling, Zonnewilde is aangehaakt. Dus eigenlijk overal krijg je wel of een lekker hoofdgerecht, of een voorgerechtje, of een heel menu. Iedereen is daar eigenlijk vrij in om dat in te vullen. We zitten hier in een steekhuis. Steekhuis de Brasserie. En dat wordt hem niet zonder vlees hier. Een steekhuis zonder vlees kan ik me niet voorstellen. Nee, dat klopt. Maar het is wel iedereen even gevarieerd. We verkopen ook best wel veel vis. Ja, ja. En vegetarisch en vegan wordt ook steeds meer in. Dus we hebben ook twee vegan gerechten op de kaart en twee vegetarische gerechten op de kaart. Okay. Nou, dat loopt hartstikke goed. Ja. Dus het is dus niet alleen maar meer grote T-bones en spare ribs en dat soort zaken? Nee, het is een heel breed assortiment wat we hebben. Dus voor iedereen die komt eten, je kan met een heel gezelschap gaan en voor iedereen is er iets. Dus de reguliere kaarten die blijven gewoon wel op tafel in alle restaurants? Ja. Ja, het is helemaal niet de bedoeling dat iedereen heel veel extreme specials maakt. Maar kies een gerecht uit wat je al bereidt of dus wat je leuk vindt voor deze gelegenheid. En zet dat gewoon heel even, breng dat onder de aandacht. Voor die culinaire week heb je één gerecht. Ja, we vieren eigenlijk gewoon in die periode dat gerecht. En gasten worden daarop geattendeerd door de kaartjes die we op tafel leggen. Maar het bestaat gewoon naast je eigen menukaart. Ja. En het is leuk om met je team erover te sparren van wat gaan we doen. Ja, ja, dat levert het problemen op? Want ik bedoel, alles lokaal, dat is wel goed, maar hoeveel koeien hebben we en hoeveel eenden? Nee, dat, daarom dus ook de suggestie van doe het iets minder, weet je wel. En wees er nu deze periode dus even kritisch op en kijk of je dat kan doen. Is er geen vlees van het eiland? Nou, dan kan je dat dus eigenlijk niet gebruiken. Maar misschien wel iets uit het noorden. Ja, ja. Dus eigenlijk, maar het idee is ook wel, en dat vind ik, hebben jullie heel leuk opgepakt, dat je daarover na gaat denken met je team. Oké, wat kunnen we doen, weet je wel? Wat doen we al en wat kunnen we misschien nu een stapje erbij doen? Ja, je zet iedereen weer even aan het denken en dat is wel heel goed voor een team om samen te sparren. Ja, ja, ook voor het teambuilding idee, voor het groepsidee, zeg maar. Ja, en de reacties die je er dan krijgt, is ook altijd natuurlijk spannend. Ja, maar hoe was dat vorig jaar? Ja, vorig jaar is daar heel erg positief op gereageerd. Ik weet van het raadhuis, raadscafé, die meedoen, dat zij een soepje hadden gemaakt waar echt heel veel lovende reacties op kwamen. Dus die gaan weer zoiets doen. Ja. Okay. En die waren heel blij. Die zeiden, dit is echt superleuk. En, ja. En ook bij hun is dat team daar dan over na gaan denken. En een kok van, oh, wat kan ik eens lekker maken? En
krabbetjes die hij zelf had gevangen, die dan in een bouillon verdwijnen. Nou, fantastisch. Ja, vorig jaar ging het ook boven verwachting, want we hadden die in de ene borst dan. Ik dacht, ja, wat kun je verwachten? Want het is wel inderdaad 80-20, je legt het allemaal uit. Maar het was echt bizar veel verkocht. Ja, precies. Nou, leuk. Nou, het komt hierop neer. De komende anderhalve maand is een tochtje naar de Schelling zeker op zijn plaats. Al was het alleen maar om alle gekke, mooie, bijzondere gerechten te proeven. Zeker. Die de Wadden en het Noorden voortbrengen. Zeg ik het zo mooi? Heel prachtig. Oké. Okay. Dus op de Schelling, terug naar de Schelling. Dit was het dan weer voor deze week. Vond je het journaal nou leuk? Geef ons dan zeker even een duimpje. Heb je zelf nieuws? Mail ons dan op info@terschelling.tv. Blijf op de hoogte van wat er allemaal op Terschelling gebeurt en abonneer je gratis op ons YouTube-kanaal. En wil je nog meer Terschellinger nieuws? Neem dan een abonnement op Weekblad De Terschellinger. En ga hiervoor naar deterschellinger.info. Bedankt allemaal voor het kijken, prettig weekend en tot volgende week.